Goedemorgen. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekendvlog. Het is vandaag zaterdag en ik ben wakker. Ik ben al heel even wakker. Ik ben lekker aan het wakker worden met een filmpje en een beetje wakker worden. Ik had niet zo heel veel zin om gelijk mijn bed uit te gaan. Maar het had eventueel wel gekund. Maar ik ben inmiddels dus lekker wakker. Wat ik net al zei, ik ben een filmpje aan het kijken van Elfie. En goed, inmiddels is mijn bed lekker opgemaakt. Ik ga zo beginnen met schoonmaken. Maar... Oh, zo met de YouTube tutorials. That's a joke, terwijl Joe Sark, als je op de achtergrond kan horen, heeft een 24 uur live stream. Hij blijft 24 uur wakker. En het is echt super vet. Ik blijf nu 24 uur wakker om het te kijken, maar het is wel heel erg leuk. Dus ik zal zeker dat linkje ook in de beschrijving zetten. En misschien in het midden als extra video. Maar ik vermaak me heel erg met deze livestream. Is helemaal leeg. Alles staat op mijn kaptafel en er liggen een paar dingen hier op het bureau. En maar goed, ik ga even naar beneden eten. Alles is nu leeggehaald. We gaan het dan even uitzoeken. Dan gaan we waarschijnlijk vanavond de vitrinekast naar beneden en dan ga ik morgen alles veranderen. Goedemorgen allemaal. Het is zondag vandaag. Ik ben inmiddels lekker opgestaan. Ik heb nog een beetje opgeruimd, maar het is nu dus echt veranderd allemaal. Allereerst de vitrinekast is weg zoals je kan zien. Ik heb daar een schilderijtje opgehangen. En dat hart hangt hier nog steeds. Mijn gitaar is hierheen verplaatst. En het kastje wat hier stond, heb ik daarheen verplaatst. Ik vind het zo heel erg leuk staan. Ik heb ook gewoon weer heel erg veel ruimte. Kijk dan. Ik heb echt heel veel ruimte. Ja, ik ben heel erg tevreden hoe het er nu allemaal uitziet. Het is nu ook netjes opgeruimd. Er zijn nog een paar dingen die moeten zo meteen weg. Als je denkt, waar is de spiegel? Die stuk zoals ik vorige keer heb laten zien, die zit een hele barst doorheen. Dus ik heb hem er even afgehaald. We gaan er een nieuwe spiegel in laten zetten. Ik weet nog niet wanneer. Dus de spiegel heb ik even afgehaald. En voor de time being heb ik er dan zo'n leuk touwtje met fotootjes opgehangen. Ik moet natuurlijk morgen, of niet morgen, dinsdag, woensdag, donderdag, de avondvierdaagse gaan lopen. Met dementerende ouderen. Waar ik onwijs veel zin in heb, dat wel. Ik zit er alleen een beetje tegenop om te kijken hoe ik hiervan af ga komen, weet je. Ga ik dit alleen maar kapot lopen nu? Ga ik het niet merken? We gaan het gewoon allemaal zien. Maar ja, ik vrees wel op het ergste. Dat zei de dokter ook. Zeg, als je dit gaat doen, 5 kilometer lopen, dan heb je nog eens kans dat het niet zo heel goed af kan gaan lopen. Dus ik ben heel erg benieuwd, we gaan het zien. Goed, lieve mensen, ik ben bij mijn pa op zijn werk. Mijn pa moest werken, ik had toen niet zo heel veel te doen. Huiswerk heb ik merendeel al af, dus ik dacht, ik ga lekker mee. Sst. Er staat hier een coolbox, maar die maakt een beetje herrie. Ik dacht dus gewoon, ik ga lekker mee. Ik zit hier dus even in de auto. Mijn pa is hier binnen bezig. En ja, ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren. Maar ik verveelde me, dus ik dacht ik ga lekker mee. En de camera heeft nog maar 1 streepje. Dus lang vol zal die ook niet blijven. Ik ben weer thuis. Ik ga even huiswerk maken en opruimen. En deze video editen. Dus dat betekent dat ik deze video hierbij ga eindigen. Het was een beetje een raar random weekend. Veel veranderingen ook. Maar wel, het was wel een ontzettend gezellig weekend. Morgen ben ik althans nog vrij, maar dat zullen jullie in de weekvloggen horen. Maar in ieder geval bedank ik jullie voor het kijken door deze video. Een beluidduimpje omhoog voor alle nieuwe mensen. Abonneer op mijn kanaal aan die kant. En kijk mijn vorige video terug aan die kant. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!